hele goede morgen en welkom bij een nieuwe video. Zoals de meesten van jullie weten, ben ik tegenwoordig trotse eigenaar van Moosy. Hallo Moosy! Als je enthousiast gaat doen, dan gaat hij ook op zijn buikje liggen. Moosy! En niet alleen ben ik trotse eigenaar van Moos, maar ook pap. Dit is Olly. Ja, Olly. Ja, maar ja, Olly die heb ik al 2,5 jaar. En dit is Moos zijn tweede dag bij mij. En volgens mij gaat Moos lekker slapen. En dat is ook maar goed dat hij even lekker gaat slapen. Want hij moet dadelijk naar de dierenarts. En ik dacht, ik ga deze dag gewoon lekker voor jullie filmen. Van een dag in het leven van een puppy-eigenaar. En geloof me, dit beestje ziet er heel schattig uit. Maar hij kan ook heel vervelend zijn. Hij kan miepen. Hij kan onder je voeten gaan lopen. Hij kan heel veel. Hij kan ook al best wel hard bijten. Alleen nu doet hij... Ja, nu doe maar alsof je heel lief bent hoor. Maar soms kan hij mij wel bijten al. En wat ook interessant is, is bijvoorbeeld Olly. Die moet best wel wennen aan Moos. Olly heeft namelijk echt 2,5 jaar gewoon alleen bij ons gewoond. En opeens is er nog een hond. Dus hij denkt echt van... Huh? Nog een hond? Ja, en daar moet hij nog een beetje aan wennen. Alleen, het begint al positieve kant op te gaan. Ze spelen al wat meer. Dit was bijvoorbeeld vanochtend. Ze waren echt gewoon vol aan het spelen. En daar was ik ook echt enorm blij mee, want dat was de eerste keer dat ze überhaupt speelden. Dus ik was echt zo, yeah, ze spelen. Mijn honden klikken met elkaar. Het zou maar gebeuren dat je een tweede hond neemt en dat ze gewoon, zeg maar, altijd ruzie hebben, weet je wel. Het zou kunnen. Dus ik ben blij, Olly, dat jij een beetje aan het spelen was. Ja, ik mag wel wat blijer kijken. In ieder geval, Moos moet naar de dierenarts gaan, dus laten we naar de dierenarts gaan. Heb je er een beetje zin in, Moos? Lekker naar de dierenarts, heb je er een beetje zin in? Ja! Kijk eens aan, Moos zit in de auto en Olly zit ernaast. Je ziet Olly niet heel goed door zijn mandje. Alleen Moos, ja, die zit al, kijk, hij kan al heel goed in de auto, zeg maar, slapen. Dus daar ben ik echt enorm blij mee. We moeten namelijk een kwartiertje rijden naar de dierenarts en als hij dan de hele tijd... Miep, miep, miep. Weet je wel, zo aan het miepen is. Moosie, ga jij maar lekker slapen, want jij moet vaccinaties. En Olly, jij ook. Want jij moet toekijken hoe Moos vaccinaties krijgt. Wat heeft hij het ook zwaar, die Olly. En daar zijn we dan bij de dierenarts. En Olly en Moos... Oh, Olly is gelijk aan plassen. Moeten allebei mee. Kom, Moos. Gaan we naar de dierenarts. Kom, Moos. Kom maar. Ja. En er staan gelijk twee honden bij de deur. En Olly die blaft naar elke hond. Olly is echt een blafferd. Daar is Moos dan, hè, bij de dierenarts. Oh, wat spannend. Nou, hij vindt het eigenlijk nog helemaal niet spannend. Olly die denkt wel van, hier moet je niet zijn. Moos heeft nog geen idee. De tandjes zijn keurig. Dat zijn nu nog zijn puppytandjes. Misschien gaat hij rond 4 maanden wisselen voor zijn volwassen tandjes. Jij hoeft niet hoor, maar dat besef je misschien nu ook wel. Moos denkt, wat gebeurt hier? Ik kijk niet zo op. Ja, thuis mag je niet op tafel. Hartje klinkt ook helemaal goed. Kijk eens. Oh, hij gaat soms. Dit is wel spannend. Dit is goed hoor. Je bent braaf. Ja. Dus oh, dat vindt hij zo lekker. Dus jij ook? Krijgt hij ook nog een koekje? Maar dat woord kent hij nog niet. Dat zijn veel koekjes. Dat zijn veel koekjes. Oh, dat is lekker koekje. Ik denk dat ben die afgeleid. Ik had het prikje erin. Oh, het is niet eens in de gaten. Goed zo. De dierenarts ging helemaal goed. Moos is super gezond. En Moos, je bent helemaal gezond. En je was ook super stoer. En we zijn nu bij... Volgens mij zijn het alpaca's. Kijk, je bent een alpaca. Ja. En Moos, wat vind jij nou van de alpaca? Vind je die alpaca een beetje interessant? Hij loopt er wel naartoe. Moos is echt stoer. Olly die denkt, ik wil weg hier. Ik wil niet bij de dierenarts zijn. Olly snapt natuurlijk dat de dierenarts helemaal niet leuk is. Ja, maar er zijn vrij weinig honden die de dierenarts echt... daadwerkelijk leuk vinden. Alleen Moos die realiseert zich het allemaal nog niet echt, hè. Die vindt het allemaal helemaal leuk. En Olly vindt ook Moos steeds leuker. Dus dat is ook heel erg fijn. Nou jongens, we gaan weer naar de auto. En we rijden gelijk met de auto richting een lunchtentje. We gaan namelijk ergens lunchen. Ik samen met mijn vriendin die op dit moment filmt. Want wij gaan best wel vaak naar een restaurant, ongeveer 1 keer per week of zo. En Olly die nemen we dan heel vaak mee. Dus Moos moet ook leren dat hij soms even in een restaurant gewoon stil moet zitten. En ja, nu die nog een puppy is, kan je hem dat het beste leren. Dus vandaar dat we nu even gaan lunchen. Lekker eten. Ik vind het helemaal geen vervelende training voor Olly. Ik bedoel voor Moos. Eventjes nog wennen dat ik natuurlijk nu 2 honden heb. Ik zeg namelijk nu soms nog Molly of Moppy of Snolly. Echt die namen, Olly en Moos. Ik moet er even aan wennen dat Moos Moos is en Olly is Olly. En niet Olly is Moos. Je snapt wel wat ik wil zeggen.
In ieder geval, wij gaan eten. En daar zijn we dan bij het restaurant. Ja, Moos. Dat is Ollie's een bench, hè? Hier slaapt Ollie in. Daar slaapt Moos in. En we gaan even lekker wat eten. Daar zijn we dan in het restaurant. En zoals je ziet zit Ollie mooi in zijn mandje. Alleen Moos die heeft het heel erg koud of zo. Ah, trouwens, het wordt al minder. Hij bibberde net echt heel erg van de kou. Zeg maar, het is hier enorm warm. Dus ik snap er niks van. Het is hier echt heet. Maar hij heeft dus net zijn vaccinatie gehad. En daardoor wordt hij wat moeier. En kan hij misschien ook wat kouder hebben. Dus het zal wel daardoor komen. Ja, je wordt heel rustig de komende 24 uur blijkbaar. En niet dat ik dat erg vind, want dan kan ik lekker slapen. Nou, Moosje. Hey. Gaat hij in een mandje? Gaat hij in een mandje? Zo, ga maar in een mandje, Moos. En nou hopen dat hij lekker rustig en stil blijft in dit mandje. Dat is de bedoeling in ieder geval. Ja, Moos, dan gaan wij lekker eten en dan ga jij lekker slapen. Dat zou in ieder geval echt top zijn als hij dat zou doen. Maar hij wil er al gelijk weer uit. Hup, erin. Je moet erin. Ga maar lekker slapen. Ga maar lekker slapen. Kom, ga maar erin. Hup, hup. Terug. Zo. Sjoef. Zo. En nou dicht. Hopelijk gaat hij slapen en niet... doen. Dat zou wel vervelend zijn. Het eten is er en het ziet er heel lekker uit. En zoals je ook kan zien, Moos is gewoon lekker aan het slapen. Kijk, hij is gewoon lekker aan het slapen. Je ziet het echt heel goed. Ja, hij slaapt gewoon. En wij kunnen lekker lunchen in een restaurant. Hij heeft letterlijk nog geen één keer gepiept. Dus ja, voor de mensen die ooit een puppy hebben gehad, dit is echt bizar. Olly die was alleen maar aan het piepen. En deze is echt een engel. Het is echt bizar. Ja, ik ben blij. Ik ben happy. En ik heb ook nog eens een hamburger. Yeah. Moos, het is helemaal op hè, Moos. Moos, hebben we lekker gegeten? Gaan we naar de bossen? Je bent zo braaf geweest, hè? Je bent zo braaf geweest. En wij hebben het helemaal opgegeten. Moosie, ja. Gaan we naar de bossen? En zoals je ziet is Ollie ook heel braaf. Dus we gaan nu lekker wandelen. Daar zijn we dan, Moos, in het bos. Jouw allereerste keer in het bos. En zet hem maar neer. Ik ben heel benieuwd hoe die gaat reageren. Ollie, die loopt hier al natuurlijk. En daar gaan we dan. Kijkjes. Ja, hij is dus nog nooit echt daadwerkelijk in een bos geweest. Wel in de tuin en een grasveldje dicht bij mijn huis. Maar in het bos, daar is hij nog nooit geweest. En nu is hij ook gevaccineerd, dus nu mag hij ook met andere hondjes en zo. En hij is ook gelijk aan het plassen, zoals je ziet. Goed zo! Deze puppy is oprecht nu al zindelijk. Hij heeft in de afgelopen 2 dagen 1 keer binnen geplast. En dat was toen hij de riem al aan had. Dus ja, we waren net te laat. Maar voor de rest heeft hij echt al 15 keer buiten geplast. En dat is echt wel heel knap voor een hond van 8 weken. Maar ik zal stoppen met mezelf filmen, want dit is natuurlijk veel leuker. Daar komt Moosje! Moosje, Moosje, Moosje! Yeah! Dat kan hij al goed lopen, hè? En daar komt Olly. Kom maar, Olly. Kom maar, Olly. Olly, kom eens hier. Olly, kom eens hier. Olly komt niet. Oh, daar is Moos. Kijk, daar is Moos. Moos luistert wel. Olly, kijk, daar komt Olly. Olly, let's go. Ga er maar achterna, Moos. Ga er maar achterna. Ja, Moos moet nog leren rennen en zo. Al rent hij al best wel zo goed. Maar ja, Olly is echt 1000 keer sneller. Wat ook logisch is. Moos is echt een bolletje. Ja, gewoon letterlijk een bolletje die kan rennen. Kijk, daar loopt Olly. En Moos, die probeert hem bij te houden. Alleen, we moeten niet te ver lopen. Want Moos mag nog maar iets van 5 minuten wandelen. Anders wordt hij veel te moe. Dus we zijn al best wel ver. En we moeten ook nog terug. Dus ja, laten we maar weer gaan omdraaien. En Moos, wat ben je toch mooi in de zon. Kijk dan hoe knap hondje het is. Hij wil ook spelen met Olly volgens mij. En zo te zien is ook Olly aan het poepen. Ja, die moet ik even opruimen. En dat doe ik hoor. Ik zweer het. Ik ben een nette hondeneigenaar. Het is tegenwoordig meervoud. Poepzakje hebben we. We lopen weer terug. Moos vindt het volgens mij ook weer goed geweest. Olly zou nog uren door kunnen zoals je ziet. Maar ja, Olly die kan altijd uren door. Maakt niet uit hoe lang we wandelen. Maar Moos nog niet hè, want Moos is nog maar 9 weken oud. En Moos vindt bladeren ook echt geweldig. Of wilt hij nou op schoot? Gaat hij met de bladeren spelen? Gaat hij met de bladeren spelen? Kijk hem dan. Hij vindt het al een beetje interessant. Ondertussen is Olly daar allemaal aan het snuffelen. Olly, kom eens. Kom eens, Olly. Kom eens hier. Nee, Olly die geeft mij geen aandacht. En Moos vindt de bladeren wel interessant, maar hij denkt ook weer... Het zijn er iets te veel hier, hè, Moos? Zeg maar, als hij 1 blaadje ziet, dan denkt hij... Jee, ik ga mijn blaadje spelen. Maar wanneer hij 1000 bladeren ziet... Dan is het iets te veel. En Olly zit daar. Ik weet niet of je hem ziet, maar... hij is overal aan het snuffelen. Maar we gaan weer naar huis en het poepzakje in de prullenbak gooien. En dan hoop ik dat Moos even lekker gaat slapen, want dan kan ik ook even lekker gaan rusten. En we zijn weer thuis. Ja, Moos, hè, dat was even allemaal spannend, hè. De eerste keer bos, de eerste keer de dierenarts. Voor Olly is het allemaal gewend wel. En Olly hoeft ook niet naar de dierenarts trouwens. Maar voor Moos was het helemaal allemaal spannend, hè. Oh, gaat hij op zijn buikje. Oh, op zijn rugje bedoel ik. Oh, schatje. Ja, dit is toch echt te schattig, jongens. Kijk dan. Oh, oh, oh. Wil je ook spelen? Wil je ook spelen? Ja, Olly moet ook aandacht krijgen, hè. Oh, gaan ze samen spelen? Gaan ze samen spelen? Nou, ik weet het nog niet.
Oh, ja. Orly wil spelen. En Moos ook. Ja, daar gaan ze. Ja, het is zo leuk om ze samen te zien spelen. En dan doet Orly hem soms een beetje uitdagen. En dan rent Moos erachterna. Kijk dan. Oh, ja, en zo kunnen ze dan de hele dag spelen, hè? Ja. Maar zoals je ziet, Moos die kan nog niet zo goed rennen en lopen. Dus hij probeert het, maar het lukt nog niet zoals Orly het zeg maar kan. Maar het is wel leuk dat Orly al met hem wil spelen, want dat was gisteren echt nog niet. Gisteren wilde Orly echt nog niks met Moos te maken hebben. En vandaag is het opeens zijn beste vriend. Het is echt bizar. Maar ik ben er wel echt super blij mee dat ze nu opeens beste vriendjes zijn geworden. Ja, daar ben ik echt wel blij mee. Ik denk dat jij zo lief bent, hè. Nou, ga maar lekker spelen met z'n tweeën. Dan ga ik even lekker op de bank liggen, want ik ben kapot. En ondertussen is het al best wel laat. Ik ga denk ik dadelijk slapen. Ja, ik heb avond gegeten en de honden hebben eigenlijk de hele tijd geslapen. En ja, dan hebben ze 3 uur lang geslapen en dan gaan ze nu spelen. Terwijl het nu 11 uur 's avonds is. Ja, Moos. Het is echt heel schattig hoe ze samen spelen. Ik zit eigenlijk al gewoon, ik denk, een uur lang hier op de grond. Kijk, zo zit ik op de grond en ik zit gewoon te kijken hoe deze twee hier aan het spelen zijn. Het is zo schattig. Ook hoe dat staartje dan de Moos soms echt gaat kwispelen. Kik, kik, kik. Oh. En Orly doet ook echt best wel lief spelen. Hij doet wel zijn mond open, maar hij raakt Moos echt gewoon niet aan. Hij doet het gewoon soms tikken met zijn neus. Het is echt lief hoe Orly ermee speelt. Ja, dit worden wel echt beste vriendjes, Moos en Orly, hè? Ja, jullie worden wel beste vriendjes, hè? En daar ben ik zo enorm blij mee. In ieder geval, ik ga lekker naar bed toe. Ik hoop dat ik 8 uur lang kan slapen. Maar ja, waarschijnlijk niet, want Moos die moet om de 3 uur plassen. Dus dan moet je uit je bed en dan moet je dus Moos even laten plassen. En ja, dat is dus hoe mijn nachten eruit zien de afgelopen tijd. Ja, een stuk minder comfortabel. Maar dat wist ik toen ik een puppy nam. Dat hoort er gewoon bij. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als je nog een leuke video wilt zien over Moos en Orly, klik dan hier. En dan zeg ik zoals altijd, big out.